Goedemorgen, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Wij gaan aan tafel. Hier zitten mijn mannen. En arme Toon is dood en doodziek. Het weekend is even helemaal anders gelopen dan wat we verwacht hadden. Want het plan was dus om lekker aan de slag te gaan, flink door te pakken. Want donderdag willen we al verhuizen. Maar Tony's vader is ziek geworden en Tony dus ook. En ik vermoed dat Julian ze heeft aangestoken. Want die werd vorige week toen we daar geweest waren een beetje ziekig. En Tony heeft het echt flink te pakken. Dus uiteindelijk komen we nergens naartoe. Gelukkig had ik leftover pasta van gisteren. Dat komt vandaag heel erg van pas. Dat gaan we lekker samen opeten. Volgende week willen we dus wel over. En zaterdag gaan we de katten ophalen. Zoveel zin in. Maar Lysianne heeft mij gevraagd of ik morgen al langs de katten kan. Want ze is 2 dagen van huis. Dus dat ga ik morgen doen. Maar eigenlijk wil ik vandaag ook even langs. Als dat lukt. Want ze is al sinds ochtends vroeg weg. Het is alleen al, ja, wat ik zeg. Oh, wat ik zeg. Zo kut. Want ik had helemaal zin in dit weekend om lekker te klussen en te schilderen. En we hebben een heerlijk weekend met z'n tweeën. Daar niet van, maar... Ik kan natuurlijk niet gaan schilderen als ik alleen met jullie ben. Dus ik voel nu wel heel erg die tijdsdruk. Dat ik denk, oh, ik hoop dat het allemaal op tijd afkomt. Dat schilderen wil ik gedaan hebben voordat we erin gaan. Maar we moeten ook gewoon nog een hele verhuizing doen in die paar dagen die we nog hebben. Met al de spullen die we hier hebben staan naar het nieuwe appartement. Het scheelt wel dat we niet alles mee hebben genomen en veel in de berging staat. En die berging hebben we ook nog wel even, dus die hoeft nog niet leeg. Maar ja... Ik zeg het altijd, je denkt altijd dat het minder werk is dan het uiteindelijk is, dus... Auw! Uitzicht blijft heel erg indrukwekkend. Ik ben helemaal een soort van zenuwachtig, want het is de eerste keer dat Julian de katten ziet. Ja, hey, dat is lang geleden. Kijk eens. Kijk dat, Julian. Oh my god, dit is zo lief. Dat deed hij nog niet echt toen we weggingen. En Lini, kijk eens, ga je Lini aaien? Hi Lini. Oh my god, ik smel. Hier zo, ze aaien, aaien. Oh. Ga je hem een kusje geven? Goedemorgen, het is maandag. En er is werk aan de winkel, heel veel werk aan de winkel. Ik ga beginnen met deze hier op die muur daar. En ik ben heel benieuwd of dit mij gaat lukken. Op papier is het vrij simpel. Dit is belangrijk, zo'n verstekbak. Omdat je natuurlijk alle plinten in dezelfde hoek wilt snijden. Een 45 graden hoek. Vervolgens maak je een schets. Wat je daarvoor moet weten is de lengte van de muur. In dit geval is dat 3,25. En hoe hoog je de sierlijsten wil. Ik ga voor 1 meter vanaf de plint. Vervolgens kies je hoeveel lijsten je wil. Ik wil 4 lijsten. En daardoor kan je heel makkelijk berekenen hoe breed de lijsten zelf moeten zijn. 10 centimeter tussen elke lijst is vrij normaal. Ik ben inmiddels, even kijken, 1,5 uur verder. En dit is hoe ver we zijn gekomen. Het tekenen van deze lijsten vond ik echt het rotste klusje ever. Ze zijn de airco aan het installeren, dus ik heb de deur dicht. Maar oh my god. Ik had hier een speciaal laserapparaatje voor gekocht en die kan ik dus niet vinden. Dus ik moest het met deze waterpas en deze meter doen. Nou, dat was gewoon eigenlijk... Ik denk dat het niet helemaal recht gaat hangen. Want het is zo'n beetje precies werk. En zonder die laserlijnen is het bijna onmogelijk om alles kaarsrecht te hangen. Hola, buenos días. Oké, de eerste lijst, de voorbeeldlijst, ligt op de vloer. Ik denk dat die wel oké is. Wauw, jongens. Wauw. De eerste zit erop. Ik moet er nog 3.
Maar waar de fuck ben ik aan begonnen? Wat een weg. Oh. Oh. Nou, ik ga het wel afmaken. Oh, ik was even vergeten dat de bouwmannen hier ook waren. Ik ga het afmaken. Ik ga ermee door. Nog 3 te gaan. Maar ik dacht, oh leuk, ik kan het hele kamertje wel doen. Inclusief die hoeken, zeg maar. Maar ik kan geen hoek en geen 45 graden meer zien. Ik ga dit afmaken en ik hoop dat het me vandaag nog lukt voordat ik Julian moet ophalen. En dat ik nog kan eten, want ik heb nog niet ontbeten. Ik heb geen water op. Nee. Wish me luck. Kijk even hoe luxe dit staat. En er moet nog een kleurtje op. Je zou bijna denken, laat het wit. Ik heb voor de zijkant van het behang zo'n latje hier gekocht. Waardoor het iets mooier overloopt. En ik denk toch dat de kast aan deze kant gaat om het zeg maar een beetje te uitbalanceren. Want dat wordt dus die kleur blauw. We gaan weer even langs de poesjes. Morgenochtend is Lucian alweer thuis. Maar we zijn direct vanaf het appartement waar we hebben opgeruimd met z'n tweetjes, met mijn hulpje, naar Alaurin gereden. Maar het is gewoon best wel een end rijden. Oh, kijkies! Hallo, poesjes! Hallo. Oh, wat lief van jou. Dan ga je een knuffeltje geven. Goedemorgen, nieuwe dag. Nieuwe uitdaging. Want ben ik blij met het resultaat. Maar vandaag heb ik op de planning, ja, ik heb er al 1000 dingen op zitten, want het aanlegblad is geleverd, die laat ik zo zien. Er is nu iemand een grote schoonmaak aan het doen, zodat we er over 2 dagen in kunnen. Want ik red dat gewoon niet in mijn eentje. Dus ik ben blij dat we hulp hebben. En ik een nieuwe schoonmaakcert kunnen vinden. En daarom kan ik dit soort klusjes afmaken. Dat is wel fijn voordat je er woont. Want dan is het toch allemaal weer iets meer een uitdaging. Ik ga de ruimte voorbereiden om te kunnen verven. En aan de slag. Van het schilderen van het kastje waar ik 2 lagen voor had gebruikt en totaal niet zuinig mee aan de slag was gegaan. Dus echt, nou op de millimeter ben ik net uitgekomen en ik denk ook dat een 2e laag niet nodig is. Het ziet er goed uit. Dus laten we de big review doen. Ik ga het taperen aan. Dat is altijd zo satisfying. Ik vind dit soort dingen dus heel erg leuk te doen. Het is dat een mens maar zoveel hobby's kan hebben. Maar als ik meer tijd had gehad, dan zou ik wel mijn hele huis kunnen decoreren op deze manier. Dat zagen en doen. Zo. Kijk even hoe mooi dit allemaal nu samenkomt. Met alle kleuren blauw. Ik heb een dag, jongens. Het is al over 12. Hè? Ik ben al 2,5 uur in de weer en ik heb het gevoel dat ik niks gedaan heb. Want ik kon geen parkeerplekje vinden. Er zit alleen maar rondjes te rijden in de auto. Denk ik, nou ja, nu ik hier toch ben, parkeer ik wel even bij het appartement. 2 pakketjes naar boven brengen. Heb ik de nieuwe sleutel niet bij me? Oh. Ik merk ook dat ik echt hoog in mijn irritatie zit. Want zelfs mijn BH vind ik vervelend vandaag. Ik voel dat randje en alles irriteert me. Ik was speciaal weer naar het appartement gereden. Met sleutels deze keer om dit boekenkastje in elkaar te zetten. En wat denk je? Ik had geen schroeven draaien. Dus toen kon ik weer naar beneden. Maar nu heb ik er wel 1. Oh, dit is geen doen eigenlijk. Wat is het nou voor kuts? Nou, hij is wel heel leuk. Ik zie ons hier al helemaal boekjes lezen. Op de slaapbank.
Mamos, wij zijn weer helemaal recharged. Ik had geluk, want toen ik... Toen ik de kleine ophaalde, had hij nog geen dut gedaan op de opvang. Dus daardoor heb ik een uur kunnen dutten en ben ik weer helemaal opgeladen. En we gaan nu naar de bouwmarkt en daarna papa ophalen die 2 dagen vrij is om te helpen. Ja. Good morning, jongens. Ik ga de kleine zoon naar het schooltje brengen, maar eerst moet ik wat dingen uit de berging pakken. We gaan knallen. Fue otra vida, otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces. Lo que encontré fueron heridas, cicatrices. Creer en ti fue un gran error. Me endulzaste con tu teatro traidor. Ahora soy dueña de mis amores. A perder la vida entera en tus temores. Hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía. Mientras pensaba que estaba enamorada en tus telarañas quedé atrapada. Tus palabras al principio fueron tan dulces, después de un tiempo eran solo insultos, aunque vos eras él. Verhuispizza! Die hebben we wel verdiend. Que aproveche, nos lo merecemos. Het is inmiddels 6 uur hier, het is 1 grote chaos. Ik durf te zeggen dat we nog niet op de helft zijn. We zijn natuurlijk ook 3 keer zo langzaam, met de kleine erbij, en maar met z'n tweeën. Gaan we niet meenemen? Kom. Kom, we doen de deur dicht. Het grote nadeel is ook dat we continu de spullen van boven met de lift naar beneden moeten brengen. Dan van de lift met meerdere trappen naar de auto. En dan dat riedeltje opnieuw bij het nieuwe appartement. Dus het duurt heel lang. Als je dat... Tony moet dat nu alleen doen. Mama. En ik ben alleen aan het organiseren. Oh, zo. Het is wel echt een hele mooie tractor. Wauw! Onze eerste maaltijd in de nieuwe woning ziet er zo uit. Tony die rennend naar beneden naar de bazaar moest om een lepel te kopen. Want het eten was al klaar voor Julian. Maar we hadden geen bestek mee. Die liggen nog in ons oude appartement. Een en al chaos. Ik ben blij dat deze rijstkuipjes bestaan. Die binnen 1 minuut klaar zijn. Ik heb dus nog niet gekookt hier. Vind je nieuwe huis leuk? Ja? Volgens mij vind je het wel leuk hier, hè? Voorzichtig. Zo netjes als het gisteren was, zo ontploft is het nu welkom in het verhuisleven. En dan ontbreekt nog een heel groot deel. Wens ons succes. Jongens, we zijn verhuisd. De kleine ligt op bed. We zitten hier met pizza en eten. Het is prachtig, maar het is ook 1 grote rotzooi momenteel. Volgende week laat ik jullie alsnog tot in de detail zien. Maar deze, nu hou ik het even hierbij, want oh my god, ik moest vandaag 5 uur lang dozen van ons appartement naar de lift. Van de lift met de trap naar de auto. Rijden naar het nieuwe appartement. En toen bleek de lift kapot vandaag in ons nieuwe appartement. Dus toen moest ik 4 trappen op. Met zware dozen. Nou, ik ben helemaal... Aan mij heb je niks meer vandaag. Dus vandaar dat ik ook niet heb gevlogd. Het was gekhuis. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik vind het geweldig dat jullie hier zijn. En als we eenmaal gezetteld zijn, dan vergeet je dit snel weer. Ik ben in ieder geval heel erg happy. En we zijn er gewoon nooit meer dat vieze appartementje in. Voordat we gaan afsluiten, is het tijd voor... Spaanse woord van de week. Las escaleras, de trappen. Ik kan geen escaleras meer zien. Adios.